Kaartverkoop, AutoWeek Live van start. Genève in het teken van de kleintjes. De eerste grote SUV's tegen elkaar. Dag en welkom bij een nieuw AutoWeek-journaal. Ze zijn los, de tickets voor AutoWeek Live. Ons eigen landelijke auto-event. 7 tot en met 9 juni, dus tijdens het Pinkse weekend in Flevoland. En het gaat om beleving. Niet alleen kijken naar auto's op stands achter touwtjes, maar zelf testritten maken in een hele reeks auto's. Er zijn verder demonstraties van supercars. Je kan zelf je auto laten nameten op de AutoWeek-rollenbank. En er zijn live klokjes rond. Alle Nederlandse autopeteurs werken mee en zijn dus ZAT-proefritten te vergeven. Van de Audi A4 Ultra tot de Fiat 500 L en de nieuwe Peugeot 308 SW. Bovendien, PON Luxury Car Division is erbij en de Exclusive is erbij. En het Lauman Museum heeft ook beloofd enkele klassiekers aan te leveren. We gaan dus het hele gamma afdekken. Uiteraard is de volledige redactie aanwezig om met je in discussie te gaan of juist om je te adviseren over een mogelijk nieuwe aankoop. Ga naar autoweeklive.nl voor kaarten en hopelijk zien we je daar. De Salon van Geneve is inmiddels open voor het grote publiek, maar onze eigen jongens die zijn alweer terug. Uh, Marco, Geneve, je bent net terug, we hebben de video's allemaal gezien, maar wat staat jij nou bij van de beurs van dit jaar? Was er iets wat overheerst, een stemming, een bepaald model? Nou, het was natuurlijk uh, PSA en uh, Toyota die brachten de, de, de kleine drieling. Ja, ja. Dat is in feite één auto met een ander uiterlijk. En toen kwam toevallig ook nog de nieuwe Twingo daarbij. Dus het was wel een beetje een feest van, uh, van kleine modelletjes. Ja. Wel heel leuk. Twingo, motortje achterin is dus echt, echt een heel ander concept. En je ziet nu ook gelukkig wat meer verschillen tussen de IGO en uh, de tweeling dan van PSA. Ja. Uh, maar toch ook wel weer langzaamaan dat het wat, wat dikker mag allemaal. Een S-klasse Coupé, Lamborghini. Uh, het is toch ook allemaal wel wat. wat het wordt weer een feestje. Oké, okay, dus er was het echt het hele gamma eigenlijk aanwezig. Dat was ja. meer op dat het niet focust. Ja. Uh, nou, je, je kent de huidige kleintjes goed, het is dus natuurlijk nu druk. We hebben het, het Volkswagen trio, we hebben de, de, de Kia Picanto. nieuwe i10. Die ken je ook goed. Wat is dan jouw eerste indruk als je. Nu in die nieuwe dreadingstap, stapt, Toyota 107 of 108C. Uh, 1 Nou ja, we hebben natuurlijk uh, best wel wat kritiek gehad het afgelopen jaar op, op het interieur- en rij-eigenschap en dat het allemaal nog wat blikkerig is. Nou ja. goed, het rijden moeten we nog even afwachten. Maar het ziet er wel allemaal net wat, uh, wat meer auto-achtig uit. Je ja. hebt echt wat meer voor je, voor je centen. Maar je ziet wel heel duidelijk dat die PSA 33 dit is echt uh, klassiek A-segment. Dus dat is echt basic vervoer. Ja. Die Twingo dat wordt echt een, een beetje een lifestyle-ding. Het uh, okay. is veel minder praktisch. Want je hebt die motor achterin, voorin geen laadruimte. Uh, dus vrij beperkt praktisch, maar wel echt leuke glimmetjes en wieltjes. En, uh, dus ja, daar gaat zich toch wel een beetje een tweedeling uh, tekenen in dat a Oké, okay, nou ik zie voor laatst zeggen zomer 2014 weer wat multitesten aankomen. Absoluut, ik heb er zin in. Oké, okay, we gaan het zien. Dankjewel, man. Joop! Nu de nieuwe Mercedes S-klasse rondrijdt, is het natuurlijk voor de concurrentiezaak om bij te blijven. Niet voor niets heeft Audi onlangs een A8 gefeestlift, en Jaguar is hetzelfde van plan met zijn XJ. BMW, dat gaat nog een stapje verder. Die komt namelijk met een volledig nieuwe 7-serie. Als team komt de auto steeds vaker tegen, al dan niet achtervolgd door de huidige 7-serie. Wat het merk precies gaat doen met bijvoorbeeld motoren, weten we nog niet. Wel is duidelijk dat BMW heel hard gaat inzetten op gewichtsbesparing. We verwachten een nieuwe 7-serie begin 2015. En vergeet niet: auto nummer 10 ligt inmiddels in de winkels met de volgende onderwerpen: een triotest tussen de eerste SUVs, de Volvo XC90, de Mercedes ML en de BMW X5 in een Occasion Triotest. We hebben een interview met de designer van de nieuwe Toyota iGo. En we stuurden twee duurtesters naar de sneeuw. Dat was het autovex alweer voor nu. Volgende week gaat Cornelis Kit voor jullie rijden met de Volkswagen Golf Electric. Ik zeg fijn weekend en tot snel, dag.